Misschien heb je je nog nooit afgevraagd hoe en wanneer bepaald is wat een meter precies is. En wist je dat er in Parijs in een kluis een ronde plaat ligt die de grote K wordt genoemd? Oftewel het voorwerp dat onze kilo vertegenwoordigt. En dat er vroeger een overheidsdienst bestond die langsging bij de kruideniers om weegschalen te meten. En als je weegschaal niet voldeed, dan kreeg je een boete. Echt waar? Ja, dat is echt waar. En dat vind je allemaal in het boek Dijk van H.M. van de Brink. Een bijzonder boek, zowel qua vormgeving, die fraai is, als qua inhoud. Het verhaal gaat over twee mannetjes die in de jaren 60 als jonge mannen een baan krijgen bij de dienst voor het eikwezen. Hun taak is om met gewichtjes het land door te gaan en weegschalen te eiken en eventueel boetes uit te delen. De jonge mannen worden ouder en de dienst verandert, want naast het eiken van gewichten komen er eenheden bij als licht, tijd en temperatuur. Kortom, de wereld verandert. Het ene mannetje is de verteller, inmiddels met pensioen, en de aanleiding voor zijn verhaal is dat hij droomt over zijn oud-collega Karel van Dijk, de ultieme feilloze ambtenaar die alles op orde heeft. Maar met het opkomende marktwezen en de privatisering van overheidsbedrijven wordt hij een soort uitstervend ras. De ik-persoon vertelt over de afscheidsreceptie van deze Karel van Dijk, waarbij Dijk schitterde door afwezigheid. En hoewel ze elkaar al jaren kenden, is dat pas het moment dat de ik-persoon wat persoonlijke dingen over Dijk te weten komt. Jongens, ik heb al een week geleden een mail gestuurd hierover. En daar staat al dagen een kaart waar jullie je handtekeningen op moeten zetten. Oh. Nou, dat heeft dan dus niemand nog gedaan. Het is een boek over oude mannen, over veranderingen in de tijd, over jezelf vergelijken met iemand anders of met wie je vroeger was. Het is geschreven in een zakelijke stijl en dat past bij de verteller, maar dat moet je als lezer wel liggen. En tot slot is dit een boek waarin je wat te weten komt over de historie van eenheden en het opmeten van de wereld. En het doet je twijfelen of die gewichten of verpakkingen in de supermarkt wel kloppen. En of je eigen weegschaal wel klopt, want misschien ben je eigenlijk wel veel zwaarder of lichter. We leven in een wereld waarin een kunstenaar in zekere zin autonoom is. Hij bepaalt zijn eigen onderwerpen, kan zich beroepen op artistieke vrijheid en hoeft zich in principe niet te verantwoorden tegenover zijn publiek. Toch kan een auteur wel degelijk beïnvloed worden door de buitenwereld en bepalen de lezers of een boek wel of geen succes wordt. Na de Tweede Wereldoorlog waren er jonge schrijvers die tegen de heilige huizes van vooral het christendom aanschopten. Gerard Reven, W.F. Hermans, Anne Blaman en Harry Mulisch schreven over illusieloze personages in boeken zonder een duidelijke moraal. Het opvallende is dat deze jonge schrijvers al snel werden gekanoniseerd, ondanks de kritiek van recensenten en lezers. Zij waren de nieuwe grote Nederlandse schrijvers. Dat het ook anders kan. Dan laat de biografie van Teun de Vries zien. Een schrijver die veel heeft geschreven, onder andere historische romans en romans over kunstenaars. Werken die geen literaire vernieuwing zochten, maar die in de traditie stonden van de 19e eeuwse romanschrijvers. Chronologische verhalen vol details, resulterend in dikke boeken. Een beetje ouderwets dus. Iets anders wat meespeelt is dat Teun de Vries een marxist en communist was en dat deze ideologie vaak een rol speelde in zijn romans. En in een tijd waarin de westerse wereld geloofde in het kapitalisme en het communisme als het grote gevaar werd gezien, was dat ook de reden dat het werk van de Vries werd bekritiseerd. Het bekendste werk van Teun de Vries is wellicht Het meisje met het rode haar, een verfilmd boek over de Haarlemse verzetstrijdster Hanny Schaft die aanslagen pleegde op Duitsers en landverraders. In het boek lees hoe ze tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetstrijdster wordt en wat ze allemaal meemaakt. Ze maakte deel uit van de verzetsgroep Raad van het Verzet, de RVV, een groep met, daar komt ie, een communistische ideologie. Door de vele details wordt het soms een beetje saai als ze weer een aanslag gaat plegen, want heel smeuïg wordt het allemaal niet. Maar je krijgt wel een beter beeld van welke rol het verzet speelde, hoe verzetsgroepen ook elkaar wantrouwden en je leest over de discussies die de personages hebben over het communisme. Het meisje met het rode haar is aardig om te lezen naast De aanslag van Harry Mulisch, omdat in dat boek hetzelfde personage, Hanny Schaft, in verdekte vorm voorkomt. Voor lezers die niet terugdeinzen voor wat pagina's meer en die snappen dat literatuur wat anders is dan communistische propaganda. De verwondering van Hugo Claus is geen boek dat je zomaar even openslaat en lekker gaat zitten lezen. Waar hij met zijn eerste roman vanaf 1950 vrij realistische werken schreef, besloot hij begin jaren 60 de lezers eens te trakteren op een experimentele roman. Het lezen van een experimentele roman kan voelen alsof je in drijfstand wegzakt, of erger nog, alsof de grond onder je voeten in één keer wegvalt. De kern van het experiment is dat het verhaal de lezer moet vervreemden. Maar zit er dan helemaal geen verhaal in de verwondering? Jawel, het begint ook vrij normaal. Je leest over een leraar Duits en Engels, Victor de Nijs de Rijkel. Hij gaat naar een feestje, het bal van het Witte Konijn, een zogenaamd balmaskee. Iedereen moet dus een masker op.
De volgende ochtend ontmoet hij een leerling die hem op het feest heeft gezien. En die jongen neemt hem mee naar een kasteel waar ze een meisje hopen te vinden dat ook op het feest was. Dat klinkt vrij logisch, maar inmiddels heb je al verschillende soorten teksten gelezen. Zo lees je ook dagboekfragmenten van deze leraar die inmiddels in een inrichting zit en dus niet helemaal Yogo Yogo is. Eenmaal op het kasteel lijkt de leraar de werkelijkheid kwijt te zijn en raakt hij in de band van een mysterieus persoon, Krabbe. Het is een man die in de oorlog collaboreerde met de Duitsers en die ook zo wordt vereerd door de mensen op dat kasteel. Foute Belgen dus. Realiseer je dat dit een boek is waar literatuurwetenschappers zich op stuk hebben gebeten door te gaan zoeken naar alle citaten en verwijzingen naar andere literatuur. Klaus liet zich inspireren door de Ierse schrijver James Joyce, die bekend staat om een complex werk als Ulysses. Er zijn dus heel veel verwijzingen te vinden in dit boek, van Dante's Divina Commedia tot aan Alice in Wonderland. Het feest uit het begin heet Het Bal van het Witte Konijn. En zoals je weet, bij Alice in Wonderland wordt de wereld een stuk vreemder als je het Witte Konijn volgt. Kortom, wees niet bang als je iets niet snapt bij het lezen van De Verwondering en probeer de gekte gewoon over je heen te laten komen.